zoals jullie nu zien, staan we nu in de oude bakkerij. Over een jaar is het de bedoeling dat dit pand helemaal is opgepimpt. Hier wordt het de nieuwe verpakking geïntroduceerd. Iedereen kent de Kamphuizen stroopwafel als een traditioneel product met een historie van eigenlijk al 200 jaar. En ja, daarbij hebben we gekeken om te kijken naar een nieuw concept. Het moet meer van nu en ja, hoe ga je dat dan doen? Dan is het eigenlijk taak om te kijken wat is nou de identiteit van het product. Want we willen iets nieuws. En dan moet je eigenlijk een soort van menselijke psychologie erop loslaten. Dus wat zijn de pijlers? En ja, wat ga je er uiteindelijk van maken? Dat hebben we niet alleen gedaan, maar samen met OD uit Rotterdam. Zij zijn gespecialiseerd in merkstrategie. En hebben ons uiteindelijk geholpen met het tot stand komen van deze verpakking. Ja, wat we de afgelopen periode hebben geleerd is dat wel een stukje historie en al dat soort zaken. Dat willen we eigenlijk een soort van ja, inmetselen in het pand, zodat het deel van het DNA van het pand wordt. Zeker als je deze mooie verpakking dat jullie mogen aanbieden. Kamphuizen Siroopwafel. 200 jaar historie naar de toekomst. Ja. Ja. En natuurlijk grote complimenten voor het initiatief dat jullie hebben willen nemen. Als het gaat over de echte, authentieke Kamphuizen Siroopwafel. De Kamphuizenwafel bestaat 200 jaar en die wafel die moet ook doorontwikkeld. Dat die nou weer helemaal gemaakt wordt met natuurlijke grondstoffen. Er zitten geen E-nummers in, dus het is echt allemaal super lekker. Om het specifieke van de wafel te laten zien hebben we eigenlijk de verpakking aangepast aan de tijd. Om nog een toekomst te geven voor 200 jaar. Wat ik zelf heel erg mee vind wegen is dat er gewoon geen rotzooi, geen E-nummers in het recept verwerkt zijn. Niet dat je dat proeft, maar de wetenschap dat je een puur, eerlijk, uit goede grondstoffen samengesteld product aan het eten bent, dat vind ik wel echt wel erg meewegen. Heel veel mensen kennen een siroopwafel gewoon heerlijk om bij de koffie te eten. Ik noem het ook een stukje comfortfood, want het is soothing, het is zalvig, het is lekker, het is zoet. Ik heb een mooi stoofpotje gemaakt met prachtig rundvlees. Dat hebben we met een knipoog gedaan naar Belgisch of Limburg zuurvlees. En daar hebben we dan de Kamphuizen siroopwafel doorheen gedaan om hem te binden en om een zoetje te geven als tegenhanger van het azijn. Nou, dat is gewoon een hele leuke combinatie. Het is natuurlijk ook leuk om mensen te prikkelen. Wat kun je met een siroopwafel nog meer doen? Soms hebben mensen wel zo'n pakje die staat dan een weekje open en zeggen: zij is oud, gooi me weg. Nou, ik zou zeggen, doe hem lekker door een ijsje of doe hem door een stoofpotje. Maar goed, door met elkaar een gesprek aan te gaan, kun je elkaar op nieuwe ideeën brengen. En kun je met elkaar zorgen dat het product eigenlijk wat bekender wordt en dat je er een verrassende twist aan kan geven.